Ja, dit is de Lexus UX 250h, een crossover die je in Nederland eigenlijk helemaal niet zoveel ziet. En het is een concurrent van de Volvo XC40, de Audi Q3, de Mercedes-Benz GLA en bijvoorbeeld de BMW X1. Eigenlijk al meteen, hè. Deze Lexus UX die is anders dan anders. Hij wil zich echt onderscheiden in dat premium crossover segment. Kijk even in de neus, die bekende spindle grill. Dit is de F-Sport uitvoering, die heeft een afwijkende grill ten opzichte van de normale versie. En ook hier die zwarte kunststof randen van die wielkasten. In dit geval dikke wielen, een F-Sport badge. En weet je wat ook interessant is bij die Lexus UX? Moet je even naar de achterkant lopen, vooral die achterlichten. Of wat zeg ik? Achterlicht. Want dit is wel een beetje een trend die je bij heel veel modellen tegenwoordig ziet. Een achterlicht die over de complete breedte is uitgetrokken om de breedte van die auto te accentueren. En heel deze balk is een LED-balk. 120 LED'jes zijn erin verwerkt. En op het dunste punt is hij slechts 3 mm dik. Ik weet niet wat je eraan hebt, maar het is misschien wel leuk om te vertellen op de verjaardag. En wat ook leuk is aan die UX zijn deze. Die soort van winglets achterlichten. Die verbeteren ook de aerodynamica van die auto. Dus om te zien, is het een auto die je heel erg mooi vindt of juist niet. Ja, en wij Nederlanders zijn natuurlijk heel erg prijsbewust. Oftewel, wat moet deze Lexus kosten? Nou, in Nederland begint hij bij €44.495. En die prijs is wel marktconform. Dus vergelijkbaar met de BMW X1, GLA, XC40 en Audi Q3. Maar weet wel, als je een rijkere uitrusting wil hebben, dan moet je wel wat meer bijbetalen. Want doe eens een gokje wat deze auto hier kost. Deze Matter Red kleurige Lexus UX 250h. 50? 55? Nee, echt niet. €60.000. En met wat opties kost hij zelfs €63.000. Ik zal even de optielijst erbij pakken, want dat is op zich wel interessant. Want dit is namelijk een hele mond vol. De Lexus UX 250h AWD F-Sport Premium. Nou, leg dat maar eens uit op een verjaardag. En dan heeft hij nog wat opties. Ik zei al, met een red als een kleur. Maar hij heeft ook een President Pack. En dat bestaat uit een automatisch inklapbare buitenspiegels. Een Mark Levinson Premium Surround systeem met 13 speakers. En stoelkoeling ook op beide voorstoelen. Stoelgeheugen op de bestuurdersstoel. En, dat vind ik persoonlijk wel een hele fijne toevoeging, stuurwielverwarming. Oh ja, en we zouden nog bijna een optie vergeten. €995 voor een schuif kanteldak. En dat President Pack, ja, daar betaal je een kleine €3.000 voor. Dus een kleine €4.000 op deze Lexus, dan kom je uit op €63.000. Dat is natuurlijk best veel geld. De vraag is, wil je dat betalen? Alleen, weet je wat nou een trend is in heel dat premium crossover segment? Dat mensen daadwerkelijk ook steeds meer uitgeven aan een auto. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo raar dat deze auto, zoals die hier staat, 63 mil kost. Want ook een BMW X1 kan voor dat bedrag de showroom verlaten. De vraag is alleen, wil je het aan deze Lexus uitgeven? Want het is wel een auto, zoals gezegd, die anders is dan anders. Wat bedoel ik daar dan mee met het anders en anders? Nou, die Lexus UX 250h is een hybride. Hij heeft dus een hybride aandrijflijn. En die aandrijflijn bestaat uit een 2 liter benzinemotor met 152 pk. En die benzinemotor wordt aangevuld door een elektromotor met 109 pk. Nou, die twee vermogens kun je niet bij elkaar optellen. En deze aandrijflijn levert in totaal dus 184 pk. En hij sprint in 8,5 seconden naar 100 km per uur. En die Lexus UX 250 die kun je krijgen met voorwielaandrijving of vierwielaandrijving. En in dat geval praat je over een E4 systeem. En dan plaatst Lexus nog een elektromotor op de achteras. Ja, en nu we toch in het interieur van die Lexus UX 250h zitten, kunnen we eigenlijk meteen even dat interieur behandelen. Want wat wel opvalt aan deze auto, is dat de afwerking van het interieur wel van heel hoog niveau is. Alles is mooi zacht afgewerkt, desnoods met leder of mooie zachte materialen. Ook de stoelen, in dit geval van die F-Sport stoelen, die zijn heel mooi afgewerkt. Maar toch zijn er ook wel een paar kritiekpuntjes op deze Lexus UX. Bijvoorbeeld dit touchpad wat hier zit. Dit touchpad is bedoeld om het infotainment systeem al rijdend eenvoudig te bedienen. Alleen in de praktijk blijkt het toch niet helemaal te werken. Want je moet je tijdens het rijden je vinger opleggen. En je ziet het al, daar zie je een soort van cursor
over het scherm heen bewegen. Ja, en die cursor die is tijdens het rijden, die zorgt voor eigenlijk voor te veel afleiding. Ja, dus in de praktijk zou het eigenlijk veel beter zijn dat Lexus een draai-selectie-knop toepast. Zoals bijvoorbeeld in een BMW met het BMW e-drive. Dat werkt gewoon veel intuïtiever en zorgt ook voor minder afleiding. Wat ook opvalt is dat het stuur niet heel ver naar je toe kan. Dus uiteraard elektrisch verstelbaar hier aan de zijkant. Maar je ziet het al, dit is eigenlijk het enige. Verder komt hij niet. En dat is misschien wel jammer, want daardoor kun je een nog betere stuurpositie creëren als je het stuur verder naar je toe haalt. Nou, eigenlijk is deze auto voorzien van eigenlijk van alle gemakken die je in een moderne auto mag verwachten. Bijvoorbeeld een inductielader voor je smartphone. En ik noem het al, dat President Pack, hij heeft ook stoelkoeling, maar ook stoelverwarming, stuurwielverwarming, heel fijn in de winter. Airco zit er allemaal op. En het is een hybride. En dat betekent dat wanneer je op de startknop drukt, helemaal niets hoort. Want hij start in eerste instantie in de elektrostand. En pas later schakelt hij benzinemotor bij. Nou, schakelen is gewoon een automaat. Lexus, hè? CVT, moet je gewoon houden. Als je veel gas geeft, dan gaat de toerenteller heel erg hard omhoog. Maakt die motor ook wat veel kabaal. Maar als je gewoon rustig aanrijdt, dan merk je eigenlijk nauwelijks dat die auto een CVT heeft. Dus je moet met deze auto vooral rustig rijden. En over dat rijden gesproken, een hybride, die moet dan natuurlijk ook zuinig zijn. Nou, Lexus geeft in de brochure op dat deze auto 800 kilometer moet kunnen halen op een volle tank. Nou, dat is misschien iets te rooskleurig. Wij halen een gemiddeld verbruik van ongeveer 6 liter tot 6,5 liter op 100 kilometer. En dat zou betekenen met een brandstoftank van 43 liter dat je ongeveer 600 tot 700 kilometer moet kunnen afleggen. Dus dat komt neer op 1 op 16,5. Nou, dat is op zich best netjes. Maar deze auto vraagt dus wel om een rustige rijstijl. Maar daarbij moet ook gezegd worden dat deze auto een heel erg laag zwaartepunt heeft. Waardoor je toch wel deze auto heel goed in bochten kunt gooien. En dat die auto ook gewoon heel mooi stabiel blijft. Ja, en je hebt het net aan de buitenkant al gezien. Deze auto is in de kleur Madder Red gespoten. Maar er zijn nog veel meer kleuren mogelijk. Ik heb er even de officiële brochure erbij gehaald. En daarin staan eigenlijk alle mogelijkheden. Want deze Lexus UX kun je uitgebreid personaliseren. Deze kleuren zijn bijvoorbeeld allemaal mogelijk. We zitten nu in deze kleur. Maar je ziet dat Lexus toch wel onderscheidende kleuren heeft gekozen. Die eigenlijk passen bij het onderscheidende uiterlijk. Dus ja, kies maar een kleur. Welke zou jij kiezen? Laat het even weten in de reacties onder deze video. Even door naar het interieur. Want we zitten nu in een zwartkleurig interieur met rode stiksels. Maar er is nog veel meer mogelijk. Bijvoorbeeld een S-Sport met knalrode stoelen. Ja, en we hebben nu de buitenkant behandeld. We hebben het interieur laten zien. Maar dan wil je natuurlijk ook weten hoe praktisch die Lexus UX250H is. Als het goed is, hoef ik hem maar een schop te geven en dan gaat het open. Kijk, het werkt nog ook. En dit is dan de kofferbak. En omdat het akkerpakket hier achterin onderin ligt, heb je eigenlijk niet overdreven veel bagageruimte. Het volstaat hoor, je kan er prima de boodschappen mee doen. Maar het is absoluut niet de ruimste in zijn klasse, die Lexus UX250H. En ook hieronder heb je ook niet heel veel opbergruimte nog. Komt onder meer omdat hier nog een paar vakken zitten. Maar dit is het eigenlijk wel. De vraag is natuurlijk of jij dat genoeg vindt. En ben je nou benieuwd hè, naar deze Lexus UX250H, hoe die rijdt? Lees dan gewoon de complete test op autorij.nl. En vergeet je natuurlijk ook even niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken en tot een volgende video.